Hallo allemaal, welkom bij les 7, dit keer over het nationalisme. De titel zegt nationalisme verenigt en verscheurt. Dit wil eigenlijk zeggen dat door het nationalisme mensen samengebracht worden en er zo nieuwe landen kunnen ontstaan. Tegelijkertijd gaat nationalisme er ook voor zorgen dat er nieuwe grenzen getrokken worden en dat daardoor mensen verscheurd geraken. Ik overloop even met jullie wat er in dit hoofdstuk te zien en te horen valt. Nu, ten eerste, om dit te begrijpen, moeten we weten wat nationalisme betekent. Nationalisme, natio, komt van het Latijnse woordje, betekent volk. En het nationalisme is dat men het eigen volk of het eigen land heel belangrijk vindt. De meeste mensen of de meeste volkeren gaan streven naar een zelfbeschikkingsrecht. Zij willen zelf kunnen beslissen wat zij doen. We kijken even naar actuele voorbeelden Schotland en Catalonië. Ik weet niet of jullie op de hoogte zijn van wat daar gebeurd is, maar Schotland hoort momenteel tot het Verenigd Koninkrijk. En dat is een gebied dat zich heel graag zou afscheiden en dat een onafhankelijke koers wil varen. Idem met Catalonië. Catalonië is momenteel een provincie in Spanje. De hoofdstad daarvan is Barcelona. Men spreekt daar ook het Catalaans. En vorig jaar was er heel wat heisa door opstanden in Barcelona, waarbij de bevolking opriep tot onafhankelijkheid. Ze hadden ook een eigen parlement met Puigdemont. Misschien zegt die naam u nog iets gekozen. Puigdemont heeft nog enkele maanden hier in Luik verbleven, omdat hij dus dreigde opgepakt te worden in Spanje, omdat hij dus eigenlijk zich wou afscheuren met de Catalanen van Spanje. Nu, die zijn daar zeker geen vragende partij voor, omdat Barcelona een beetje het economisch centrum is van Spanje en als dat verdwijnt, is ook de economie in Spanje op weg naar een dieptepunt. Wie er graag zijn boek bijneemt, die kan dit op pagina 45. We hebben daar opdracht 1 gemaakt. Daar gaat men even dieper in op wat is nu precies een volk. En men bekijkt daar een verkiezingsaffiche van het Front National, waarbij je de tekst ziet, Produisons français avec des français. Er staat dan vertaal de tekst boven de affiche, laten we Fransen voortbrengen met Frans. Wie zijn dan die Français? Dat zijn vooral blanke, Franstalige en christelijke mensen en niet die andere begrippen die daar onderstreept of vermeld staan. En is iedereen daar die aan die kenmerken beantwoordt een echte Fransman? Men moet ook natuurlijk blank zijn en het Frans beheersen. Nationalisme is dus eigenlijk eerder een gevoel. Hoe is het precies ontstaan? Dat kan je meevolgen op pagina 46-47. De meeste mensen voelen zich verbonden met een stad of streek waar ze wonen. Niemand vindt het leuk als je op vakantie, omdat je Nederlands praat, een Nederlander of een Duitser genoemd wordt. Wij willen dan pertinent zeggen, wij zijn van Vlaanderen en wij spreken Vlaams. Ja. Nu, na de Franse Revolutie zijn de grenzen hertekend, hebben we al gezien. Vele banden met volkeren zijn doorbroken en men gaat op zoek naar een eigen land. Men gaat het ook vooral doen om zich te verzetten tegen die Franse overheersing. En je kan de tekst bij opdracht 2 van Machiavelli lezen en de bijhorende vraag beantwoorden. Nu, op het congres van Wenen hebben we gezien, gaan de 4 groten Europa herverdelen. De meesten willen dat gewoon doen uit eigen behoud. Ze willen hun eigen land hebben en dat liefst hun gebied zo groot mogelijk gaan maken. Nu, om dat te doen, streven zij naar nationale vrijheid en vinden ze dat het volk over zichzelf, over zijn eigen lot, moet kunnen beslissen. En wat hebben ze op dat congres van Wenen vooral beslist? Zij hebben gezegd dat er nieuwe grenzen moeten komen. Je ziet ze daar staan op de kaart bij opdracht 4. Maar als je goed kijkt naar die kaart, dan zie je dat de grenzen
ingedeeld zijn of de kleuren van de gebieden volgens de taal die men daar spreekt. Dus het groene is alles wat met Germaans te maken heeft, alles wat rood tinten heeft, heeft met Romaans te maken, het paarse Slavisch, het blauwe Keltisch en zo verder. Zo zijn de grenzen getrokken, maar wat merken we op? Dat er vaak gebieden waar men een andere taal spreekt, dat die tot een ander, of waar dezelfde taal gesproken worden, dat die eigenlijk tot een ander land behoren. Nu, men heeft dus zijn eigen land proberen een eigen uniek karakter te geven. Elk land heeft ook een eigen vlag, een eigen volkslied. En zij zorgen ook voor een eigen eenheid. Dus we krijgen de grootheid van een land dat zowel cultureel, economisch, militair als historisch gaat onderstreept worden. We zien in het volgende deeltje nog voorbeelden hiervan. Dus de vier zaken waar het nationalisme naar streeft zijn nationale eigenheid, nationale eenheid, nationale grootheid. En ten vierde, nationale vrijheid. En dat zijn de vier zaken die men hoog in het vaandel draagt. De opdrachten, pagina 48, hebben we ook allemaal gemaakt. En we hebben vastgesteld in de klas dat het nationaliteitenprobleem belangen niet opgelost is. Dat we nu niet meer kunnen zeggen, er is één volk dat in één land leeft. Er zijn namelijk veel verschillende volkeren die over verschillende gebieden in Europa en in de wereld verspreid leven. De Duitse eenmaking, wat hier staat, ga ik kort even toelichten, maar jullie moeten het niet studeren. Duitsland is dus zo'n voorbeeld van een land dat in de 19e eeuw ontstaan is. Oorspronkelijk waren dat meer dan 300 kleine staatjes. Men sprak dan ook in de middeleeuwen van het grote Heilig Roomse Rijk der Duitse naties. Maar vanaf 1870, vooral onder leiding van Otto van Bismarck en het Pruisische leger, is Duitsland zich als heel sterke macht gaan profileren en zal het zich op die manier ook voorbereiden op Wereldoorlog 1. Je ziet dus, het Tweede Duitse Keizerrijk wordt op 18 januari 1871 uitgeroepen in Versailles. Dat is niet zomaar. Men roept dat uit in Versailles omdat men in de Frans-Duitse oorlog de Fransen en het Franse leger verslaan heeft. En daar zal eigenlijk de basis gelegd worden van het latere Wereldoorlog 1 conflict. En Duitsland zal op Europees vasteland de grootste en sterkste mogendheid worden.